niet zo lekker als de geur van vers gebakken brood in je huis. Dat vindt ook chocolatier Dominic Personen. Wat ben je hiervan? En een brood bakken is niet alleen hip, het is ook super simpel. Zo hebben alle broodjes van Dominic één ding gemeen. Ze zijn allemaal gebakkelijk. Vandaag houdt de Amerikaanse tour op, want zelfs daar en ze heerlijke broodjes. World famous, The Bagel. En in de States en ze allemaal onder één specialiteit. De bagel van Central Parks, nee, van Fifth Avenue. Overal onder één specifieke rondelle. En zelfs ondertussen kun je er één special bagel maken. Nu, het is een speciale techniek om die te maken. Beetje crazy. Terug hetzelfde systeem. We gaan die uitstorten. We maken een kuiltje. We voegen ons water toe. We beginnen heel voorzichtig met veel liefde te draaien langs de kant. Nu, je ziet, dat is een enorm elastisch deegje. Goed voor de spieren. Nu, met de machine is het terug hetzelfde. 10 minuten. En met de hand 20 minuten. Voilà, mijn deegje, dat begint er al op te trekken. Dus, we gaan er nu 6 bolletjes van maken. Voilà, die mogen ook een tukje doen. 30 minuutjes laten rijzen. En echt een bagel en natuurlijk een haatje. Er bestaan natuurlijk verschillende technieken voor. En misschien kun je zelf nog een coolere techniek uitvinden. Wie weet. Je kunt er natuurlijk met een duim doen, een haatje instuiten. Officieel in de States. Doe dat met een stokje. Draaien. Niet te groot, ongeveer 5 centimeter. Voilà, zo toch. Voilà, zij. Terug 30 minuutjes mooi lang reizen. En ik maak mijn bagel vandaag met zalm. Een gebrande zalm. Ik vind dat een supercoole techniek. Ik heb hier een zalmhaasje dat al lichtjes is gerookt. Ik kan hier nog extra kruiden. Koriander. Ik heb hier een mengeling van verschillende soorten pepers. Met de mortier. En hier een kommetje. Mijn kruiding mag toppie. En je gaat dat ook lichtjes bestrijden met een marinade. Met hier een klein beetje teriyaki saus. Met hier een beetje hoisin. Voilà, mijn marinade. Die is mooi gemengd. En dan gaan we hier even met de vlam in de pijp. Een stukje zalm. Dan gaan we lichtjes bestrijden met onze kruiden. En ik wil er nu nog een beetje extra smoky burnt flavor aan geven. En die zalm is wel al gerookt, maar wordt nu al zo'n klein beetje nog meer, ik kan niet zeggen crunchy, maar dat is zo, ja, gebakken, hè. Die laat me even langs de kant staan. En nu beginnen we aan onze tweede dressing. Dus ik heb hier een beetje van die cottage cheese. Fantastische kaas, van die brokjeskaas. Dan daar een klein beetje olijfolie bij. Niet te veel, een klein beetje olijfolie. Een beetje zesten van citroen. Uiteraard een bio-citroen. Dille en zalm, pardon, vrij goed zalm. Een beetje bieslook. Peper en zout. Voilà, goed mengelen. Klein beetje citroensap ga ik daar ook bij doen. En natuurlijk in de States, hurry, hurry, hurry. Je mag hier geen tijd verliezen, ik ga mijn water al opzetten. Een echalotje. Voilà, onze echalot gaan we fijn snipperen. En die mag ook bij ons kaasje. Voilà, een echalotje erin. Ben hier nog een rode ui. We gaan die proberen zo dun mogelijk te snijden. Alrighty.
Nu, het mafste aan die bagels is zonder twijfel de techniek. De eerste keer dat ik zag, viel ik van mijn stoel. Dat wordt dus eerst gepocheerd. Nu zie je het. Mijn bageltjes zijn prachtig gerezen. En we gaan die dus 30 seconden langs de ene zijde en 30 seconden langs de andere zijde. Mooi, heel mooi. Kijk eens, hè. Hoppa. En nu gaan we die nog bestrooien met sesamzaadjes. En die gaan onmiddellijk de oven in, 20 minuutjes aan 200 graden. Mooi, jongens, toch. Kijk eens, hier ze. Fifth Avenue. Minder kan dat hier ook, hè. En terwijl dat mijn bagels een beetje aan het afkoelen zijn, ga ik hier mijn smoky burned salmon. Probeer gewoon in scheefjes te snijden. Niet te dun. Het is niet de bedoeling dat gerookte zalm wordt. Ik ga nu mijn bagel mooi doorsnijden. Dan heb ik hier mijn kaasje. Rode ui. En nu gaan we die afwerken met onze smoky salmon, maar een klein beetje burnt. En nu gaan we hem nog toedoen. Hé, hey, ik ken de schoonste job van de wereld. Ladies and gentlemen, de Dominegel.